Goedemorgen, het is heel leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe weekvlog. Ik ben hier samen met moeders. Moeders, die heeft iets heel moois vast, namelijk de Vitalstelhammer. En we doen die haar staart. Ja, ik moet hem even draaien dan, hè. Oh. Kijk. Want ik heb op TikTok iets voorbij zien komen waardoor... Waardoor de staart heel mooi schoon wordt. Dus... Die is moeders de pineut. Stop jij daar eens mee? Die is moeders de pineut. We hebben nog heel veel tijd over. Dus moeders is met Ivy. En ik ben met de blonde pony, want haar staart moet nog even drogen. En zijn we nu even aan het wandelen. En dan gaan we richting middel. Het is warm. Het is, om maar liefst te zijn, 17 graden zonder wind en heel veel zon. Het woeit. Ja? Er is wel wind. Oh, het woeit wel. Maar je voelt de wind niet heel erg. Dus... Ik ben blij dat je je taxi ziet. Ja, maar nu heb je jezelf Ik heb net de wedstrijd gereden. Het ging echt heel goed. We hebben paardvriendelijk gereden en daar gingen we voor. De jury was er niet mee eens. Ik ben de enige die winst heeft gereden en dat was mijn hoogste punt, waar 183. Dus dat was echt een soort dat ik dacht, oké, nou top. En die andere proef had ik maar 182. Dus nou ja, ik ga ze zo zelf even nakijken en kijken wat ik ervan vind. Natuurlijk, nou ja, normaal gesproken kom ik best wel overeen met wat de jury zegt. Dus ik ga kijken wat nu een normale jury zou zeggen. Morgen heb ik ook een jury die mij een keer helemaal heeft afgekraakt. Dus daar ben ik niet zo blij mee. En andere jury weet ik niet. Dus we gaan het allemaal maar meemaken. Ik ga nu maar even huilen, liedje. Nee, ik trek hem op een of andere manier echt aan. Mama zegt ook van ja, normaal gesproken rij je rond de 200 punten. Dus dit is gewoon een keer... Deze jury's die vallen er buiten, maar ik snap het niet. Ik vind het irritant. Ik trek het me wat aan. Moet ik niet doen. Nou ja, ik ga nu even een belletje lanceren, want het kon net niet, want de pedal was vol. Ach joh, wat kan gebeuren. Ja. Want vandaag is dag 2 van de paascompetitie. Nee. Oké, uiteindelijk heb ik mijn proeven nog zelf nagekeken. Ik kwam eigenlijk, eerst dacht ik, ik kom op hetzelfde neer, dus het valt wel mee. Maar uiteindelijk was dat niet zo en kwam ik op boven de 200 uit. Dus ik weet ook niet. En proef 1 had ik volgens mij 204 en proef 2 had ik 202. Ja. Nou ja, eigenlijk proef 24 en 25, maar dat maakt niet heel veel uit. Ik ga nu even met Lommie opnieuw knotten. Vandaag zijn... Is niet alleen mijn papa komen kijken, maar komen ook Rick en Lotte. Dus dat is super leuk. Die komen zo met Rick's autootje. Dus dat is wel fun. We gaan even een halsje pakken en ik moet Ivy ook nog even loszetten. Want, nou ja, want die moet ook er gewoon uitkomen. Zo, licht jongens. Waar is jouw halster? Oh ja, die heb ik. Lonnie? Be right back, girl. Oké, ik ga even halsen pakken en Ivy opschrijven.
De weekvlog material. Wat vind je hier nou van, Rick? Vermoeiend. Wat zeg je? Vermoeiend. Vermoeiend, zo vermoeiend. Je vroeg zelf of je nog wat mocht doen. Ja, maar ik heb er spijt van. Hoezo? Lotte, heb jij nog een mening? Ja, ik vind het leuk om te doen. Lonnie vindt het ook heel leuk. Het ging zo. Welke was ik jou? 199, bam! Wat heb je allemaal gewonnen? Ik heb de overal prijs gewonnen van El Bonnie's en heb ik €50 bij de Horse Store gewonnen en de eerste plaats 2 keer. En heb ik €10 bij de Horse Store en volgens mij €15 in contant geld. Yo! Ze zijn heel stuk vrolijker dan gisteren. Want... Oh, ik moet... Ja, ik ben echt heel blij. Ik heb wedstrijd gereden. Dat ging echt wel heel erg goed. Ik was weer trots op wat we vandaag hadden neergezet. En de dingen waarvan ik gisteren wist dat het wat minder ging, heb ik vandaag weer aan gewerkt. Dus dat ging super goed. De jury's waren er ook erg tevreden over. Na het rijden heb ik een buitenritje gemaakt. Super lekker. Want ik kende natuurlijk de weg. En ik had helemaal flashbacks van... Oh, ik heb hier met elk paard gereden die ik heb. En het was ook de eerste keer dat ik daar alleen buiten was. Want vroeger mocht ik dat nooit. Dus dat was weer heel erg gaaf. Ik had in de eerste proef 199 punten en in de tweede proef 193,5 volgens mij. Dus daar ben ik super trots op het resultaat dat we hebben geboekt. Ik heb ook ik ben 2 keer eerste geworden en 1 keer samen met Naomi. Dat was met 199 punten. Die hadden allebei gelijk, dus dat was super gaaf. En ik heb ook nog de overal prijs gewonnen. En daarbij zat een hele gave cadeaubon van €50 van de Horse Store. En die heb ik aan een heel lief meisje gegeven. Dus die kan daar dan van gaan shoppen. En dan had ik ook nog... Ja, gisteren had ik ook zo'n bon van, had ik ook aan haar gegeven. En ik heb zelf nog eentje en die ga ik hier aan iemand op stal geven of zo. Dus daar ben ik super blij mee. Blondie is gewassen door mama. Ivy ga ik nu even loszetten. Want die staat nu los, dus ik ben nu even haar tijd aan het verdoen. Het spijt me, Ivy. Love you, Ivy. Oh. Dinsdag vandaag. GoPro is leeg. Beetje suf weer. Accu ligt in de auto. Dat is niet heel ver, maar het is toch weer genoeg. Samen met Blondie bij Horses in Hand voor de aquatraining. Marleen is thee aan het zetten, dat is altijd fijn. En Blondie gaat zo lekker water trappelen. Hey! Mag de Blondie slopen? Hondjes en ik zijn weer in de auto. We kunnen terug naar stal toe. Blondie heeft hersteltraining gehad, want ze was toch wat moe van het paasconcours. Dat is natuurlijk niet te gek. Maar dan is het ook fijn dat je hersteltraining op de aquatrainer kan doen. Ik merkte hierdoor dat ze wat dan daar achterbeen aan het uitzwaaien was. Nou, niet uitzwaaien, ze bleef wel binnen de lijn, maar het maaide iets te veel. En dan merk je toch dat ze een beetje moe is. Niks ergs aan, helemaal prima. Ze zijn allemaal wel eens moe. Dus die gaat lekker naar stal nu. In de boer ontdoor, kan je het zien? Nee, hè? Ja. In de boer ontdoor. En Jess, noem maar niet. Jess die wil de hele tijd een ding graven. Daar word ik toch weer minder blij van. Maar gewoon liggen. Hoi, hoi. De moeder is al zo'n beetje agressief. Nee. Ja. Er staat een enorme file. En daar rijd ik gewoon langs. Want mij kun je hem een beetje hier houden. Want als ze horen ze maar niet eens. Dan iets hoger. Nee, dat dan ook weer niet. Jezus Christus, hij leert veel, man. Oké. Okay. Er stond de file. En daar mag die ging rechtsaf. En toen... Echt out of the blue steekt iemand links af de snelweg op. Dat is gewoon gevaarlijk. Soms was ik niet agressief. Ik was gewoon even aan het toeteren. Dit is geen goed idee, zeg ik. Dat wel. Ja. Wat? Nou ja. We zijn weer on our way. We gaan weer naar een pony waar we eerder naar hebben gekeken. Ja, ik heb ijsje gegeten. Alleen was niet zo slim, want ik kan hem nu nergens meer kwijt. Maar maakt niet uit. Ik ben naar school geweest, heb toetsen gemaakt. Ik weet niet.
niet hoe het ging. Ik wil het ook niet weten. Ik krijg binnenkort het cijfer en op hoop van zegen. Het ging over licht. Ja, nou ja. We gaan pony kijken. Deze keer gaan we springen. Het is inmiddels een tijdje later, maar ik was vanmorgen terug naar de sportschool geweest, samen met moeders en Rick. Dat is gefilmd, filmkunsten. Rick heeft allemaal gezegd dat we te veel filmmateriaal hadden en dat mama er onderuit probeerde te komen. Beetje mee eens. Maar ik vond weer dat het goed ging, daarna lekker naar school gegaan. En nu zijn we onderweg naar Haaswouderdorp, naar Astrid van Horst & Hens voor tv-opnames. Bedankt voor het kijken van deze weekvlog en ik zie jullie heel graag de volgende keer weer.